What up, guys? We got a new crib. Welkom bij de Vlogmas. Vlog nu, nee, ik vlog pas. Ik ben nog steeds in Amerika, dus hierbij is de tweede Amerika-vlog. Ik ga eindelijk op mezelf wonen. Het is wel echt een crackpand, maar je weet toch dat YouTube zo dom gaat. Oké, dit is de woonkamer. Nou ja, de woonkamer natuurlijk, hè. De zeeën van ruimte, echt super cool. Dit is mijn zus. Hoi. Ja, kijk, mijn zus die doet glitchway dingen inpakken en zo. Dus daarom woont ze eigenlijk bij mij. Hier gaat zij slapen. Ja. Ik heb niet zoveel te besteden. Oeh, dit is wel nice. Ja, glitchway betaalt niet heel goed nog, dus buy your glitchway. Oké, nou. En dan hebben we hier de keuken. Ja, het is ook, we hebben echt vandaag de sleutel gekregen. Dus er staat nog niks in huis verder. Dit is mijn slaapkamer. Bro, dit is crazy. Ja, hier word je toch niet gelukkig van. En dan gaan we nu naar boven. Hier hebben we echt verschillende kamers. Ik deel. Hier ga jij toch slapen? Yes. Nou, nog een balkon. Maar, yes, dus iedereen die hier in dit huis woont, die werkt voor jou. Ja, bro. Dus eigenlijk is dit een soort YouTube mansion. Bro, this is the other room. Ja. Laten we even naar de IKEA gaan of zo. We need some stuff. Emma, we gaan naar de IKEA. Emma? Wat? Waarom ben je hier? Mag helemaal niet. IKEA heeft vandaag koopzondag en dan gaan we even wat dingetjes oren. Yo. We zijn nu bij de IKEA en we gaan een kast kopen en nog heel veel andere dingen. Dit is spiegel en dit is wit. We hebben dus dit en het past allemaal net. Het enige probleem is wel... Het past net niet. Waar moeten wij? Oké, okay, geef maar eerst. Okay, let's go. Yes, mensen. Ik hoop niet dat we politie tegenkomen. Jullie betalen het, hè? Is goed. Declareren we wel. Ik heb echt helemaal niks gemaakt. Yo. Ik ben nu mijn bed in elkaar aan het zetten. Verder, de bank die staat al. Also, we got this right here. Dat is crazy. Hebben we nog andere dingen die we moeten laten zien? De theedoeken. Hoe gaat het? Ik wil hier niet over praten. Oké, ik heb dus met de hand heel de tijd deze shit vastlopen maken. En nu kom ik er dus achter dat ze verkeerd onder zit. Inmiddels staat mijn bed trouwens. Maar brand ligt er natuurlijk op. Maar het gaat de goede kant op. The good stuff right here. Yeah. Hier aardig wat karton liggen. Hoe gaat het met je kast? Bijna af, maar mijn vriendin ging toen weg. En ja. Je kan helemaal niks zelf. Ja, dit is Brand's kast. Wat? Yo, mensen. Marije en Thorsten komen langs. Woe! Wat is dit? Verrassing! Jezus Christus! The fuck, waar haal je dit nou weer vandaan? Van Arch. Wat moeten we hier nou weer mee? Gewoon weer over de kamer. Yes, ik heb nu Marije ingeschakeld. De deuren moeten er nog in. Ja, maar dan ga ik, ja. Dan is mijn kamer bijna af. En deze plankjes die moeten ook nog daar gezet worden. Dat kan je misschien ook doen. Het is echt heel erg. Oh ja, deze kast is trouwens geïnspireerd op Marije. Gekopieerd bedoel je. Hij heeft letterlijk, ik heb gewoon mijn ontwerp van mijn kast naar hem toe gestuurd. Exact dezelfde kast besteld. Ja, dus zo ziet mijn kast er nu uit. De rest van mijn kamer is ook bijna klaar. Ik moet er gewoon verhuisvlog of zo. Ja, dat doe jij ook, dus dan ga ik het ook doen. En ik heb hier trouwens ook wat foto's uitgeprint. Kijk, met allemaal mensen die mij zeg maar super dierbaar zijn. Nieltje en mijn pa natuurlijk. Nathan, Humberto Tan. Een tijdje niet gezien al, maar echt een goede maat van me. En natuurlijk Ankie van Gunsten. Toch fijn dat je vriend kon komen. Ja, daar heb je wat meer aan, hè? Ik ken die guy verder ook niet. Nee. Wat hij er even is. Even denken. Nu kan je dit er gewoon. Ik heb een tof idee. Wat? Wat nou als ze zeg maar zo doen dat ik zo mijn arm zet en dat het dan zit dat tandje. Nee, ik ga hem echt niet doen. Teamwork is het allerbelangrijkste. Godverjesse. Ik zeg, je moet een andere. Nee! Oh. Die schroevendraaier die is daar. Welkom bij de nieuwe vlog. Pak even de schroevendraaier. Ik kan hier niks mee. Schaar, nee, oké. Steen, papier, schaar.
Oh, waarom deed ik... Ik wist ook gewoon dat ik schaar ging. Zo, maar even serieus, jongen. Ik heb langer dan een uur gereden. Ik stond bij die fietsbrug voor fietsers. Daar mag ik niet met mijn scooter in. Ik moet helemaal weer terug. Godverdomme. Ik heb echt het idee dat we elkaar beter leren kennen. Heb je hem? Ja. En omhoog? Ja. Ja, hij zit. Ja, man. Hey. We made it. Oh, nee. Hij deed er niet op zo. What up, guys? De kastdeuren zitten erin. Ik denk dat het een maand geduurd heeft. Nou, het huis is zo goed als af. Ja, we zijn nu in mijn slaapkamer. Zoals je kan zien, hier is mijn bed. Dit is mijn kast. Hij loopt nog niet helemaal smooth, maar dit kostte zo fucking lang. Ik vond het goed zo. Nou, verder, hier zijn mijn schoenen. Ja, dit zijn mijn schoenen. Hebben we hier een wasmand. En dan hier natuurlijk mijn setup. Hallo dames en heren. Standaard. Dus dit is een beetje mijn slaapkamer. Hier is de badkamer. Nou ja, dat lijkt nog steeds op een gaskamer. Oké, die doen we maar snel weer. De slaapkamer van mijn zus. Nou ja, daar is in principe niet heel veel veranderd. Ja, er staan wat glitchway dozen. Jongens, koop dit alsjeblieft. Ik wil hier echt niet meer blijven zitten, man. God damn. Glitchway.com. Woe! En komen we nu aan in de woonkamer. hier komt de kerstboom. Dan hebben we hier de bank. De bank is echt heel smerig. We hebben hier een kleedje opgelegd, omdat het is echt te vies. What the fuck? Het was echt ranzig vies, zeg hij. Nou ja, dit laten we maar voor wat het is. Hier hebben we foto's van iedereen die langskomt. Ook heel tof. Het zijn er ook nog niet zoveel, maar ja, dan moeten we natuurlijk ook aan de coronamaatregelen. Ja, corona, weet je, je kan maar anderhalve mensen uit. Je kan maar anderhalve mensen uit. televisie, meubel. Nou, as we speak, nog steeds geen vaatwasser. Dus dit is echt fucking kut. Maar er past hier geen vaatwasser. Of we zouden hem hier moeten zetten, maar ja, er staat hier een vaatwasser. En dan gaan we naar boven. Ik heb wel een paar kleine dingetjes die ik jullie wil laten zien. Mannen kopen waggies deze dagen. Ik heb gewoon een wasmachine gekocht. Ja man, en ik doe gewoon de was hier, kijk je ziet het. Dan hebben we hier, deze was ik vergeten te laten zien toen we hier net kwamen. Ik ben blij dat jullie geen geurcamera's hebben. Bro, het staat nog steeds onder water gewoon. What the fuck? Wat is dit? Die tandenborstel. Van je wifi. Ja. Kijk, we hebben samen een tandenborstel daar. Gast, dat is echt fucked up, man. Het ruikt hier echt raar, man. Oké, en dan hebben we hier Brandse slaapkamer. Woe! Nou ja, ten eerste natuurlijk de ruimte. Super tof. Je hebt hier van die schuine daken waardoor je zeg maar altijd je hoofd stoot. Geen ruimte hebt. Dus alles staat hier een beetje op de grond. Toffe schoenenkast. Ja. Je hebt niet eens een kussensloop. Bro, ga naar huis, man. Ga filmen. Nou, we hebben hier nog een slaapkamer. Volgens mij is mijn zus soms hier. Dus... Volgens mij was haar kamer daar beneden. Ja. Nou jongens, dit was het nieuwe huis. Ik zie jullie morgen. Hey, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?